Claire is nog wekelijks in de Flair, de Vlaamse Flair. En dankzij die wekelijkse uitgaven kunnen we de albums nog steeds uitgaven geven. Ja. Want bij Claire hebben we geleerd van hoe dat nou met rechten zit. Dus bij Sergio hebben we geleerd hoe we met Claire moesten omgaan. Dus we hebben bij de eerste Claire onderhandelingen zelf een contract opgesteld waarin staat van jullie mogen deze pagina iedere week kopen voor heel veel geld en, en wij houden daarna alle rechten en geven zelf de albums uit. Wij waren dus een van de eerste tekenaars die zelf onze albums gingen uitgeven. En dat doen we nog steeds. Ja. En dat kan dus gelukkig nog dankzij dat Flair, Claire nog wekelijks in de Flair staat. Jullie werken nog steeds als de Wieronia's samen? Ja. Hoe ga je te werk om een nieuwe Flairstrip te maken? In eerste instantie was het dus dat Jan en Wilbert gingen samen een plot verzinnen. Wilbert was de regisseur, zeg maar, die verzon wat in welk plaatje stond en Jan verzon de dialogen. En dat kreeg ik op mijn tafel en tekende dat netjes. En op een gegeven moment verhuisden we naar allerlei andere plekken op de wereld. En toen ging het eerst per faxwoord, heb ik lang niet in mijn mond gehad. En later per e-mail dan natuurlijk. Maar op een gegeven moment zat Wilbert dus in Amerika en in Los Angeles. Qua communicatie was het toch moeilijker. Nou, er werd een idee verzonnen en als Wilbert dat verzon, dan stuurde die dat naar Jan toe, of naar Jan en mij. Maar dan lagen we te slapen, dus we gingen eerst wakker worden. De volgende middag gingen we het eens lezen, een reactie, terugsturen. En dan lag Wilbert weer te slapen. Want dat tijdverschil. En daardoor duurde het plotten duurde soms bijna een week. En die was er niet, want er moest iedere week een nieuwe pagina komen. En toen had Wilbert, die had op een gegeven moment ook een beetje een probleem. Wilbert die en Jan, ik vertelde dat, die haalden onze ideeën van straat. Maar die woonden in Los Angeles en Los Angeles is niet echt een stad. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar nee, het is eigenlijk een dorp waar niks gebeurt, maar een heel erg groot plat dorp. Er staan ook nauwelijks hoge gebouwen. Het is heel anders dan New York. Dus die kregen ook weinig input voor Claire, voor modieuze vrouwen, zou ik maar zeggen. Dus die had ook steeds moeilijker iets van, op een gegeven moment had hij dus iets van dat hij zich terugtrok als schrijver. Nou, Jan van Die, die vond het wel heel fijn om een klankbord te hebben. En toen, we hadden al veel contact met Evert Gerards, omdat hij die George Jimmy verhalen tekende. En die op een gegeven moment ook bij Claire al meehielp en met Wilbert meehielp met basisideeën. Dus dat zijn Jan van Die en Evert Gerards. Die zijn samen gaan werken. Ik speelde heel veel met mijn band. Toen op een gegeven moment moest ik mijn veel te zware gitaarversterker drie straten sjouwen. Maar toen gebeurde er iets in mijn schouder en ik moest wel aan mij zitten. Maar het is een spierblessure die nooit goed genezen werd. Dus ik kon steeds moeilijker tekenen. En toen op een gegeven moment ben ik die ene van die Spaanse studio's, de enige die goed was met Sher & Simi, eigenlijk maar één tekenaar op die ene studio die het een beetje kon, die ben ik gaan vragen om mij met Claire te helpen. En dat was wel leuk, want toen werd de strip Claire, die werd dus gemaakt waar Evert woonde, Toulouse, samen met Jan van Diet, die toen in Zoetermeer woonde. Dat ging naar mijn tafel in Italië, daar schetste ik het op. Die schets stuurde ik naar Spanje, naar Barcelona. Daar werkte die tekenaar werkte het uit. Dat ging weer terug naar mijn tekentafel. Ik bewerkte dat weer. De lettering, die nog steeds met de hand gedaan wordt door Frits Jonker, werd in Amsterdam gedaan. Ging toen ook in het Frans, al in de Franse Flair. De vertaling daarvan werd in Brussel gedaan. Dat kwam allemaal weer bij mij in Italië. Oh, het werd nog ingekleurd. Nou, dat werd dan door mijn vriendin die ook in Italië woonde, maar dat had ook wel ergens anders op de wereld geweest kunnen zijn. Ik plakte dat allemaal in elkaar en stuurde dat vanuit Italië naar de redactie in Hoofddorp, in Antwerpen en in Brussel. Dus het was echt een hele wereldwijde strip. Ja. Waar mensen weken bij elkaar aan zaten te werken. Die je dan in de Flair een half uurtje leest, een half minuutje leest. Ah, grappig. En weer in de kattenbak stopt. En je noemde net even Droppie Water, maar ja, dat doe je volgens mij ook al heel lang, toch? Ja, Droppie Water. Dat is,
eigenlijk ook per ongeluk begonnen. Het Hoge Heemraadschap van Schieland, dat is hier in Rotterdam het waterschap, die kwam naar mij toe. Ik wilde in het Huis aan Huisblad, wat hier in Rotterdam is, een stripje hebben over hoe het water gezuiverd werd vanuit de riolering en met bacteriën. Nou, dat werd een stripje van 6 plaatjes ongeveer. Dat was heel goed ontvangen. En toen hadden we regelmatig een pagina in het Huis aan Huisblad. En deed ik later ook weer illustraties voor. En een keer stickers voor ze gemaakt en een poster. En toen op een gegeven moment hadden ze iets van, ja, dat verhaaltje was eigenlijk heel leuk, maar dat kan uitgebreider verteld worden. Kun je daar een boekje van maken? Dus dat werd Droppie Water in Schieland, waarin verteld werd hoe het water uit de kraan kwam en daarna via alle rioleringen en de hoofdrioleringen en nog steeds grotere buizen, soorten bacteriën in waterbezinkbakken. En, nou, eigenlijk een heel droog verhaal wat dan dankzij Droppie Water toegankelijk werd voor kinderen. Nou, het volgende waterschap, Delfland, dat ligt naast Schieland richting Delft. Die had iets, oh, leuk boekje, dat willen we ook wel. Nou, Droppie Water in Delfland. Gelukkig kwam er in het boekje eigenlijk alleen op het laatste plaatje voor Leven Schieland. Dus dat hoefde ik alleen maar te veranderen door Leven Delfland. En nou, toen kwamen er nog meer waterschappen. Toen kwam er ook al een tweede boekje. Ging die over de waterhuishouding in de polders. Nog saaier. En toen had de Unie van Waterschappen het overkoepelende orgaan van alle waterschappen. Die had iets van, nou, het is echt heel leuk. We willen een algemene voor alle waterschappen uitgeven. Nou, sindsdien heet het dan gewoon Droppie Water. Vorig jaar kwamen ze weer naar me toe van, ja, we willen toch nog een vijfde deeltje. Droppie Water en het klimaat. Oh. Natuurlijk, het klimaat verandert, de dijken moeten omhoog. Dus nu ben ik druk bezig met Droppie Water en het klimaat. Ik kan de cover laten zien. Droppie Water en het klimaat. Nou, het gaat erover natuurlijk dat het heel droog kan zijn, maar dat het ook heel nat kan worden met hagelstenen en onweer en vloedgolven en ik ben een perfectionist. Daarom doe ik ook 3 dagen zo'n pagina. En zeker voor covers. Covers doe ik meestal nog langer over. Die teken ik eerst en dan spiegel ik ze een keer. En dan, want als je een tekening spiegelt, dan zie je dat ineens alles, dat je rechtshandig bent. Dus alles een beetje naar één kant. Als je die spiegelt, gaat ineens alles de andere kant op dan dat je wilde. Dus. Ik kan trouwens nog een primeur. Op 10 september... Is dit dan al online? Geen idee, weet ik niet. Zou kunnen. Het is dus of net heb je het net gemist, of anders is het bijna, is de presentatie van het nieuwe Claire album. Claire 27, ga ik ook opzoeken. Die ligt nu bij de drukker. Functioneel bloot heet die. De presentatie zal op 10 september zijn in het Stripmuseum, hier in Rotterdam. Dan doen we ook een klein expootje eromheen met originele pagina's dingen, maar ook wat heel leuk is, er staat dan een 3D printer. Er is lang geleden is een keer een Claire beeldje. Ik ga even uit beeld, ga ik even het Claire beeldje pakken. Ik heb hier, dus lang geleden is Stef de Reuver, die ik vond het heel leuk om 3D beeldjes te maken. Die heeft dit uit in een oplage van, heeft hij 10 van deze beeldjes gemaakt. En van gips. Hij heeft ze ook geverfd. We gaan nu bij de presentatie van het Claire album op 10 september is er een 3D printer. En dan kun je dus ter plekke kun je zo'n beeldje bestellen. En dan dan wordt die dus ter plekke wordt die gemaakt en dan ga ik of misschien iemand anders gaat hem dan nog even kleuren. En kan je dus alleen op zaterdagmiddag 10 september in het Stripmuseum kun je deze krijgen. Kopen waarschijnlijk. Ik heb geen idee wat die moet kosten en hoe lang het duurt om zo'n ding te printen. Ik weet nog weinig van 3D printers. Maar dat gaan we allemaal ontdekken diezelfde middag. Okay, nou, ik heb hier, ik kan laten zien hoe zo'n album tot stand komt. Dus misschien is dat leuk. Kijk, ja. Kijk. Ik heb hier, komt hij zo goed in beeld? Heb ik het eerste schetsje. Dit zijn 3 schetsjes van eventuele ideeën.
in het album kwam iets voor over diamanten, over een diamantenring geloof ik of zo. Nou, daar kwam ik uit de schets al niet eens uit. Ze gaan op een gegeven moment gaan ze ook uit, helemaal raar uitgedost, had ik iets. Oh, dat is ook een leuke cover, leuk plaatje. En er komt ook een tekencursus in voor, waar niet Ricky, maar ik geloof Brix of zo naakt in beeld komt. Dus op een gegeven moment had ik dit schetsje misschien wel in overleg met Evert Gerrits, ik weet niet precies meer hoe dat gegaan is, had ik gemaakt. En rondgestuurd naar Jan en Wilbert, die hadden iets van, ja die is, of Jan en Evert, ja die is leuk, werk die maar uit. De tekening heb ik uiteindelijk, die heb ik nog zo goed als helemaal op pen en papier getekend, andersom getekend. Toen heb ik het later op de computer heb ik dat geïnkt en je ziet ook dat al het zwart, dat maak je niet meer zwart tegenwoordig, dat doe je in Photoshop. En de lijnen werk ik een beetje bij. Als je heel goed kijkt zie je hier dat ik hier uit de bocht gevlogen ben met een lijntje. Dat zou ik vroeger met witte verf of met een krasmesje weggehaald hebben, dat laat ik nu staan. Want dat doe ik in de computer, doe ik dat anders. Dat is wel een beetje het probleem. De inhoud, wat ik vertelde, is dus, ik maak zo'n voorschetsje, die heb ik dan nog wel. Maar de tekening, die is dus in Spanje gemaakt. Die ligt dus nog in Spanje. En die werk ik bij, dat doe ik soms met, het zijn meestal alle hoofdjes. Dus heb ik wel een vel met hoofdjes en die plak ik in Photoshop op dat verkeerde hoofdje van, okay. Want qua gevoel, er staan in een gezicht van Claire staan met 3 streepjes, maar die moeten wel precies daar staan en ik heb een ander gevoel dan die Spaanse tekenaar, dus ik kan wel zeggen van ja dat streepje had 0,25 mm naar links gemoeten en dan doet hij dat, maar de volgende keer dan, dus ja, het is veel sneller om even zelf zo'n nieuw hoofdje te tekenen dan iedere keer uit te blijven leggen. Dus een aantal dingen teken ik nog wel zelf, op papier, dat dan nog steeds wel. Ja. Want sommige andere dingen zoals handen en zo, die teken ik dan wel op mijn kleine Cintiq, waar ik toevallig al een Claire pagina heb staan nu. Ik teken er gewoon iets in, dan zie je het. Hier teken ik een rondje en dan denk je, oh dat is een fout rondje. Dan doe je appeltje Z en dan is je rondje weer weg. Ik vind het wel handig werken, maar het is toch anders dan papier. Je hebt, als je op papier tekent, nou dat kan ik dan even laten zien als je toch met die camera staat. Als je daar iets tekent, een hoofdje, dan ga je toch zo, nou in potlood is dat dan minder dan in inkt, maar je gaat met je papier draaien rond. En dat is, dat is fijn van zo'n los velletje. En op die Cintiq, daar heb je dan in Photoshop een knopje. Knopje R. En dan kan je wel dat dingetje draaien, maar dan moet je weer een ander knopje indrukken voordat het dan weer een pen is. En dan doe ik weer fout en een andere doen. Het is een ding. En dat, ik mis, ik, en daardoor blijft papier toch fijner. Je hebt contact met dat papier en dat is bij dit minder. Ja, ik vond het fijn dat je de tijd nam. Ik moest je drukke schema op het moment toch even, dat we even gezellig konden kletsen. Natuurlijk, er blijft nog veel meer te bepraten, maar wie weet, ooit nog eens een keer. Er is nog zoveel over alleen maar mijn strips, over mijn stripverzameling, die maar tot 1980 loopt. Zone 5300, wat eigenlijk ook wel een cross-comics gebeuren bijna was. De Vrije Ballon, waar ik ook een van de oprichters was. Reclamewerk, wat ik nooit meer doe, maar wat ik vroeger vrij veel gedaan heb.
Er is nog veel meer te vertellen. Maar... Nou, wie weet ja, in de toekomst. Maar voor nu in ieder geval, dankjewel. Graag gedaan. Succes.